Ik ben Bas Krins, ik ben technisch directeur van Zenbis Polymer Innovations BV in Emmen. Zenbis is een onderzoeksorganisatie die onderzoek uitvoert in opdracht van de klanten. Maar daarnaast is Zenbis ook bezig met eigen ontwikkelingen om duurzame toepassingen in de markt te zetten. We zijn met een aantal toepassingen bezig. Een toepassing die al heel erg ver is een touw voor de teelt van komkommers, paprika's en tomaten. Dat zien jullie ook achter mij staan. Dat touw wordt nu ontwikkeld in een aantal grote kassen en zal eind dit jaar, begin volgend jaar in een hele grote test gaan. Daarnaast hebben wij nog een toepassing waarbij wij pluis ontwikkelen voor de visserij. Dat is een koord dat ze gebruiken om de visnet te beschermen tegen slijtage als het over de zeebodem sleept. Ook daar proberen wij nu een variant te ontwikkelen die veel beter voor het milieu is. Nu wordt er een materiaal gebruikt dat slijt en niet degradeert en wat op stranden ook weer teruggevonden wordt. En wij zijn nu bezig met ontwikkeling om daar een alternatief te ontwikkelen dat wel afbreekt als het in de zee terechtkomt. Wij zetten in op groei van onze activiteiten, met name door het ontwikkelen van nieuwe toepassingen op basis van duurzame materialen.